Zondagmiddag 14 uur, dag 4. Doer heeft afgelopen nacht en ochtend alweer liters water te verwerken gekregen. Mensen ploeteren door de modder over het grote festivalterrein. Een van de tenten op Doer, de Dance Hall, moest vannacht ontruimd worden. De dansvloer was gewoon een zwembad geworden. 50.000 liter water hebben ze weggepompt. Zo net werd de tent weer toegankelijk voor het publiek. Deze beelden waren nog maar net opgenomen, tot de hemelsluizen alweer open werden gezet. Oordeel zelf. Delen van de campings werden vanmorgen ontruimd wegens overstromingsgevaar. Maar gelukkig zijn ze hier op Doer zo vriendelijk om laarzen aan te bieden. Gelukkig kosten ze maar 30 euro. Daar wordt een mens soms toch een beetje moedeloos van.